Ongeveer 100 jaar zijn in de herfst vuren, waar het loof van de asperge van de jonge velden wordt verbrand, een vast Burgse land, als afsluiting en begin van een nieuw aspergeseizoen. Het loof van de oudere planten wordt ondergeploegd. Het van de plant wordt onder andere in de proeftuin te Venlo gewonnen door het afslaan of plukken van de rode besjes. Door te walsen komen de zwarte zaadjes los van het vruchtvlees. Deze brei wordt met water vermengd. Daarna wordt het gezeefd en de zaadjes gedroogd. In het laboratorium worden proeven genomen om de planten op een andere manier dan door uitzaaien te vermenigvuldigen. Voor het uitplanten gaat men eerst diep spitten tot een diepte van ruim 1 meter. Hierna kan men voren maken. De planten die voor verkoop zijn bestemd, worden machinaal gerooid. Deze planten worden door de teler gekocht en op zijn bedrijf ontsmet, alvorens ze worden uitgeplant. Vreten zich door de stengel naar de wortel, die dan kapot gaat. Bestrijding van dit ongedierte gebeurt door spuiten met bijvoorbeeld Tiodan. Te begint het nare werk van de aspergesteker. De asperge moet gestoken worden voor het kopje boven het bed uitkomt, anders verkleurt het. De aspergesteken kan men pas als het veld 3 jaar oud is. De asperge heeft de beste kwaliteit in de periode die ligt tussen het 3e en het 7e jaar. Afrika ingesteld willen zien, maar de grote westerse landen zouden de hele resolutie dan met hun veto hebben getroffen. Om de zaak te redden, trokken de Afrikaanse landen hun boycotartikel toen maar in. De Zuid-Afrikaanse regering heeft alle politieke bijeenkomsten tot eind juni verboden. Men vreest ongeregeldheden omdat deze dagen de scholierendemonstratie van Soweto wordt herdacht, die op 16 juni 1976 plaats had, zich snel uitbreidde onder de... Waar zijn wij aan toegekomen? Aan een zakker van 3 vorige week naar... Ongeveer 2 keer per seizoen worden de bedden opgebouwd. In tijd van droogte een vrij moeilijke aangelegenheid. Een goed aspergebed vergemakkelijkt het werk van de steker. De barst waar de stengel eruit zal komen is beter te zien. Ze zijn putten geslagen om als het nodig is de velden met extra water te voorzien. Voor 95% bestaat asperge uit water. Oh, my God.
is tussen de asperge wat betreft dikte, kleur en vorm, wordt hij gesorteerd. Er zijn 13 soorten. We staan op de 9e plaats in de Europarade. We hebben nog meer zitten blijven, want er staan er op dit moment. Nog dezelfde dag wordt de asperge, waar versheid primair is, naar de veiling gebracht. Ongeveer 4,5 miljoen kilo is dit jaar op deze veiling aangevoerd. Deze veiling kende dit jaar een belangrijk evenement. Op maandag 9 juni kwamen minister Van der Klauw, de ambassadeurs van de EEG-landen, de gouverneur van de koningin van onze provincie, de heer Kremers, en vele genodigden aan in Venlo, op uitnodiging van de confrérie L'Asperge Limbourgondie, om een bezoek te brengen aan Grubbevorst. Dit gezelschap kreeg een diner aangeboden in het restaurant van het veilingcomplex. De opzet van dit evenement is de asperge van deze streek meer bekendheid te geven in de ons omringende landen. Dit initiatief beoogt meer te zijn dan een belangrijke zaak voor mensen uit kringen van overheid en bedrijfsleven. Het zal tevens het belang dienen van Noord-Limburg in het algemeen en van de kwekers in het bijzonder. Van het steekseizoen. Het vuur, einde en begin van het aspergejaar.